Dan is nu het woord aan de heer De Hoop van de PvdA. En ook voor u is het vandaag uw medespeech. Gaat u gang. Voorzitter, toen ik 4 weken oud was, werd ik door mijn biologische moeder te vondeling gelegd in een cafeetje in Addis Ababa. 2 politieagenten brachten mij bij het dichtstbijzijnste weeshuis in die stad. Een paar maanden later werd ik geadopteerd door mijn Friese hoite mem. Wie mij op deze wereld heeft gezet, dat is voor mij onbekend. Maar wie mij de liefdevolle opvoeding hebben gegeven, waardoor dat ik vandaag op deze plek kan staan, daar bestaat geen enkele twijfel over. Mijn hoort groeide op in Wommels. Van jongs af aan hielpen mijn paken Daan op de boerderij. En op zijn 23ste nam hij de grootste verantwoordelijkheid van het bedrijf op zich. Nu 40 jaar later woont hij nog altijd met zijn grote liefde op de Zuidhoeken. Mijn moeder Tineke groeide ook op een boerderij, maar dan in Elst. Op haar 20ste werd zij laborant bij de Koopmansmeelfabriek in Leeuwarden. Toen ze een paar jaar geleden haar baan kwijtraakte, stroopte ze haar mouw op en ging ze de schoolbanken weer in, om nu een van de drijvende krachten op de revalidatie te zijn in Leeuwarden. En dat in coronatijd. Voorzitter, ik weet als hun zoon dat het krijgen en pakken van kansen niet onderdeel is van je DNA. Het gaat over datgene en diegene die je om je heen hebt. Daar gaat kansengelijkheid over. Kansengelijkheid gaat over veel meer dan geluk. Het gaat over wat je meekrijgt en wat je kan leren. Op school, om je heen, van ervaringen of de voetbaltrainer van je club in je dorp. Kansengelijkheid komt niet zomaar aanwaaien. We hebben als samenleving en als politiek de verantwoordelijkheid om die te organiseren voor ieder kind. Ervaringen opdoen, nieuwe dingen leren. En daarmee kansengelijkheid verder versterken. Dat past bij vrolijk, fijn en veilig onderwijs. En daarom ben ik ook zo enthousiast over het burgerinitiatief EHBO in het onderwijs. We inspireren op jonge leeftijd de artsen en verpleegkundigen van de toekomst. Ik wil de initiatiefnemers van harte bedanken voor dit initiatief. Meer dan 60.000 mensen steunden de oproep van het Rode Kruis aan de politiek om les te bieden in eerste hulpvaardigheden. Kunnen reanimeren is van levensbelang. Het stelt mensen beter in staat om te durven ingrijpen wanneer iemand in hun omgeving een hartaanval of een epileptische aanval krijgt. Het is voor de Partij van de Arbeid wel belangrijk dat leraren hiermee niet nog verder belast worden. Van een overbeladen onderwijsprogramma wordt geen kind beter immers. Wanneer een dergelijk voorstel niet ten koste gaat van reguliere onderwijsprogramma's, staat de PvdA hier positief tegenover. Ik heb zodoende een aantal vragen aan de minister. Hoe kijkt hij naar het argument van de initiatiefnemers dat het grootschalig mogelijk maken van EHBO-les in het onderwijs geen effect heeft op de nu al veel te hoge werkdruk, aangezien de lessen worden aangeboden door derden? Deelt hij deze kijk op de plannen? Ziet de minister mogelijkheden om het aanbod van EHBO te stimuleren vanwege de maatschappelijk toegevoegde waarde en de mogelijke gezondheidswinst die hiermee te behalen is? En is hij ook bereid om in overleg te treden met de minister van VWS? Ziet de minister mogelijk toegevoegde waarde in het bieden van les in hulpverlening om begrip en affiniteit te creëren over de rol van hulpverleners? Want dat is vandaag nog niet benoemd, voorzitter. Ziet hij dit als een mogelijkheid geweld tegen hulpverleners in de toekomst te verminderen of verwacht hij daar geen verband? Voorzitter, het is een eer en het blijft een eer om hier de komende jaren te mogen staan. Dank u wel voor uw hele persoonlijke en ook inspirerende verhaal. Gefeliciteerd. Dit was uw medespeech en ik ga schorsen om u te feliciteren.
De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Heropen de vergadering. Het belooft veel goeds. Alle medespeeches die we tot nu toe horen zijn stuk voor stuk inspirerend en tot de verbeelding sprekend. Dus...